In het kader van de Internationale Dag van de Veiligheid heeft het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIFIS, in samenwerking met Optima Curaçao een eendagse conferentie georganiseerd met als thema Workplace Stress, a Collective Challenge. Aan deze conferentie hebben niet alleen maar werknemers, werkgevers geparticipeerd, maar ook vakbonden en zijn er werknemersorganisatie, gezondheidsbeoefenaars, veiligheidsdeskundigen en anderen. Er zijn er heel wat lezingen verzorgd en wij van TBN Prime Alert hadden een vraaggesprek met CIFIS-directeur Victor Jones. Ook nog de heer Roland Kok. Hij is bedrijfsarts jurist op Curaçao en verder nog de heer Arthur Nivilak, hij is directeur van Optima Curaçao. Heer Victor Jones, directeur van CIFIS. De eendagse conferentie Workplace Stress, a Collective Challenge. Waarom deze workshop, of waarom deze conferentie? Ja, heel interessant. Waarom? U moet nagaan dat deze dag door de ILO in 2005 is uitgeroepen. Met als doel aandacht te vragen voor het terugdringen van arbeidsongevallen, arbeidsgerelateerde problemen op de werkplek. Deze dag is enkele malen georganiseerd geworden door het ministerie van Arbeid in de persoon van Dr. Koertaar van de afdeling Arbeidsinspectie. Arthur en ik bedoel daarbij Optima, Curaçao en CIFIS. We hebben het afgelopen jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarvoor heb ik eerder zo'n conferentie ervaren, meegemaakt op Curaçao en we waren unaniem over eens dat dit een goede gelegenheid zou zijn om dit ook op deze manier naar Suriname te brengen. Ja. Heer Arthur Nivilak, directeur Optima Curaçao. Waarvoor staat Optima en wat doen jullie? Optima staat voor optimaliseren van arbeidsomstandigheden, dus binnen bedrijven op Curaçao. We hebben dus een arbodienst. Waar staat de arbodienst voor? Om te proberen de werkplekken zo gezond en veilig mogelijk te houden. De werkgevers, werknemers en vakbonden bewust te maken dat ze dus moeten investeren in werknemers. En dan haal je dus het meeste rendement uit. Vandaar dat we dus naar hier zijn gekomen om samen met CIFIS ook dat stukje dus over te brengen aan dus, de Surinaamse werknemers en werkgevers. Ja, wat komt erbij kijken om dan een werkplek gezond en veilig te houden? Om werkplek zo gezond en veilig mogelijk te houden, zoals wij dus als specialisten altijd onze 4 A's dus in de gaten houden. De 4 A betekent dat je dan zowel de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen zo goed mogelijk dus eigenlijk in place moet hebben dus binnen werkplekken. Wat de realiteit is, dat heel vaak aan een van de 4 A's iets schort. En zodra eigenlijk een van de 4 A's niet echt in place zijn, dus binnen werkplekken, dan heb je te maken met uitval. Uitval betekent of mensen zijn niet gemotiveerd, of mensen zijn ziek, of mensen zijn wel aanwezig, maar ze produceren niet. En dat kost dus heel veel geld dus voor de werkgever. Ja. Heer Roland Koek, bedrijfsarts jurist Curaçao. Is het alleen de taak van de arts om dan de ziektebriefjes te schrijven? Nee, helemaal niet. Dat is een bijkomstigheid. Een bedrijfsarts is juist ervoor om te voorkomen dat mensen ziek worden. En daar moet heel veel energie in gestoken worden. Helaas, wat men ziet is ziekteverzuim. Als mensen uitvallen, dan wordt het een issue. Maar je zou er meer uit kunnen halen door preventief bezig te zijn. Door te kijken naar arbeidsomstandigheden. Door de mensen periodiek te keuren. Door de juiste mensen op de juiste werkplek te hebben, door dus voordat ze binnentreden al te keuren om te kijken of zo iemand geschikt is voor het werk. Ja.